Ziezo, dat waren de 21 noteringen voor het 33ste Eurovisie Songfestival. En terwijl u nu thuis gaat pronosticeren, zullen hier de aandelen worden verhandeld. Maandag begint een helse week voor al de kandidaten. Repetities, fotosessies, interviews, ontvangsten en heel veel zenuwen. Wij doen onze Eurosongbeurs dicht voor een weekje. En volgende zaterdag hebben wij dan graag afspraak met u vanaf 9 uur... voor de rechtstreekse uitzending van het Songfestival vanuit Dublin. Hopelijk kijkt u dan ook. Bedankt alvast en tot dan. Dat waren inderdaad liedjes voor het Eurovisie Songfestival van dit jaar. We zijn aan het eind van onze uitzendingen gekomen en wij gaan eruit met de blijde inkomst van Erik Spinois. Dat is de Cora. Welterusten.